vluchtelingen. Een deel van de mensheid heeft compassie met hen, een ander deel haat hen. In dit boek zien we hoe moeilijk het is om een vluchteling te zijn. Zien we hoeveel het soms kan kosten om terug op zoek te zijn naar geluk. Mijn boek gaat over een jonge asielzoeker die net als miljoenen andere vluchtelingen een weg probeert te vinden naar geluk. Dat geluk dat hij korte tijd bezat, werd hem ontnomen toen de autoriteiten hem oppakten en hem ondervroegen over hoe en waarom hij naar België vluchtte. De ondervragers hebben een zeer streng uiterlijk. Ze glimlachen niet en ze stellen hem een heleboel vragen. De jonge asielzoeker is doodsbang, want hij weet hoe belangrijk het is om de juiste antwoorden te geven op de juiste vragen. Afhankelijk van hoe hij deze vragen beantwoordt, beslissen zij of hij terugkeert naar zijn land of niet. Hij vertelt zijn verhaal. Een zeer aangrijpend verhaal. Hij vertelt ons hoe hij vluchtte uit zijn land en waarom hij vluchtte uit zijn land. Hij vertelt ons hoe hij zijn broertje verloor, hoe hij in België aankwam maar dacht dat hij in Engeland was, hoe hij Tanja, het huilend meisje, ontmoette, die eigenlijk helemaal niet Tanja heet. Maar als dat niet haar naam was, wat is dan wel haar echte naam? Waarom noemen we haar zo? Als je wilt weten waarom de jonge asielzoeker haar zo noemt, moet je maar het boek lezen. Maar wat haar echte naam is, dat zullen wij nooit weten. Want de auteur van dit boek, Liek Balthazar, heeft al zijn personages fictief gemaakt. En voor hen zijn zijn personages een verwerking van ervaringen van verschillende vluchtelingen. Op die manier wil hij ons als lezer laten voelen wat deze mensen allemaal moeten doorstaan op hun vlucht en hoe moeilijk het is voor hen om opnieuw wat geluk te vinden. Ik zeg eerlijk zeggen wat ik vond over het boek. Ik vond dit boek sensationeel. Het was intens, het was zeer interessant, het was zeer emotioneel en gewoon fascinerend bijna. En ik denk dat veel mensen na het lezen van dit boek hun visie op asielzoekers veranderd is. Zoals ik in het begin zei, veel mensen zien hen als profiteurs. Maar na het lezen van dit boek realiseer jij je dat ze gewoon op geen andere manier kunnen overleven. Het gaat echt in hun geval om leven of dood. En na het lezen van dit boek kan je beter je gedachten en gevoelens begrijpen. Of tenminste proberen, want je kan nooit iemands gedachten en gevoelens begrijpen, maar je kan wel proberen om ze te begrijpen. En ik vind dat de manier waarop dit boek is geschreven en hoe deze dagelijkse problemen, want dit zijn dagelijkse problemen, naar voren zijn gebracht, dat dit wel echt helpt om hen beter te begrijpen. En dit boek was dus echt een van de beste boeken. Niet echt om het verhaal, maar het verhaal was ook wel emotioneel, maar meer om de manier waarop het is geschreven en alle dingen erachter. Want de titel van dit boek is Nederland en dat heeft ook een hele betekenis erachter. En dat was wel echt interessant om te lezen. En ik hoop echt dat jullie dit boek gaan lezen, want het is een klein boekje, het heeft maar 62 pagina's, maar het is echt een boek waarvan je, wanneer je het boek sluit, je denkt echt wel van, wauw, wat een verhaal. En dan denk je daar wel over na. En dat is wel, denk ik, het doel van elke auteur. En ik vind dat zijn doel wel goed is accomplished. Ik weet niet hoe we dat zeggen. Maar ja, dag!